30 Minutes podcast van 14 januari 2020. Dat is het bulletin van dinsdag. Ja, vandaag toch maar een daily minutes. Ik had al gezegd, het is die van de 14e. Nou, ik ben me lekker aan het verspreken, maar ik moet op gang komen. Het is het bulletin van dinsdag. Vandaag is de D-Star-ronde op verschillende D-Star-netwerken, reflectors, hoe je het noemen wilt. En daarmee ook via RXRF88B op DMR te bereiken. En dat is vanaf 8:30 dinsdagavond. Dus als je de herhaling van de Daily Minutes luistert of de podcast, dan ben je helaas te laat, moet je nog een week wachten. Verder kun je die beluisteren, ook als je geen D-Star apparatuur hebt, via de site van Frans PD4. Oei, wat is het nou ook alweer? Ja, PD4 FMJ, ik wou zeggen. Ik had bijna de call van iemand anders, de suffix van iemand anders gezegd, die ook in Limburg zit. Maar PD4FMJ.nl. En dan kun je bovenaan klikken op D-Star Player en dan kun je meeluisteren. Je kunt ook de oude D-Star rondes daar beluisteren. En niet alleen dat, je kunt je zelfs bij de D-Star ronde inmelden, ook als je geen apparatuur hebt. En dat kan met het programma D-RATS. D-RATS. Het is een anagram van D-Star, D-RATS. En je moet het wel in Google zoeken, want een echte URL heb ik zo niet. Maar dan kun je downloaden en installeren. En na wat fratsen kun je meechatten en je daarmee inmelden. Ja, wat heb ik vandaag te vertellen? Een hoop, maar toch ook weer niet. Ik zie wel wat me invalt, wat heel erg opvalt. Er zijn allerlei dingen in het nieuws die me vandaag opvielen, maar toch wat eigenlijk wel vooral opviel, ik ben het even aan het openen, dat is onder andere wat bekrachtigd werd door een mailing die ik zo pas net voordat ik dit inspreek binnenkreeg. Beste Access for All klant, Access for All blijft voor huidige klanten na samenvoeging bestaan. Ja, wat is dat? Kijk, in eerste instantie een jaar geleden kondigde KPN aan dat Access for All zou worden opgelost in de brei van die KPN is. En dan zou het bedrijf verdwijnen, maar de dienstverlening die zou hetzelfde blijven voor de Access for All klanten. Ja, nu zijn ze dat een beetje aan het terugtrekken. De keutel was al bijna naar buiten, schreef ik op social media, maar ze zijn die nu weer naar binnen aan het halen. Want waarschijnlijk is die extra dienstverlening van Access for All, die ze toch wel kostendekkend en winstgevend gemaakt hebben de afgelopen jaren, maar die is toch wat te duur voor KPN kennelijk. En wat ze dus nu doen, doen ze het omgekeerde. Dus het is niet zo dat alles zoals de dienstverlening blijft bestaan. Nee, na het eind van 2020 zullen alle Access for All klanten overgaan in de technologie van KPN. Dus dan krijg je waarschijnlijk ook zo'n waanzinnige, ik zal niet zeggen waanzinnig slechte, maar waanzinnig onaantrekkelijke Xperia-box in plaats van je Fritz-box. En dat is niet wat er beloofd was een jaar geleden. Dus daarmee hebben ze dat teruggetrokken. Maar als goedmakertje blijft dan de naam Access for All voor bestaande klanten wel bestaan. We gaan door zoals u van ons gewend bent, staat erbij. En ja, de technische samenvoeging die begint dus al op 1 maart. En dan worden ook de eerste Access for All mensen die niet meer welkom zijn ontslagen. De rest van de medewerkers die gaan. We blijven als collega's bij elkaar, maar die worden dus gewoon opgenomen in het KPN-bedrijf. Kun je dat voorstellen? Mensen die vanaf het begin bij Access for All werken. Hoeveel daarvan zouden er niet afvloeien vrijwillig al? Dus eind 2020 en begin 2021 zal de technische samenvoeging met KPN starten. Nou, je kunt wel nagaan, dit is gewoon het einde van Access for All. Anders dan een jaar geleden aangekondigd. Want toen zag het er nog wat zonniger uit. Toen zou alleen de naam verdwijnen. En de dienstverlening die zou blijven. Dus allemaal naar freedom.nl zou ik zeggen. En die beantwoorden momenteel trouwens geen communicatie, omdat ze bezig zijn om met het binnengehaalde geld die nieuwe provider uit de grond te stampen. Zoals ik wel eerder gezegd heb, denk ik. Ik ken meerdere van de mensen die zich daarmee bezighouden toch wel al vrij lang. Ik ken ze niet heel goed, maar ik heb ze toch vaak wel persoonlijk gesproken. Meerdere keren allemaal.
En ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt. In ieder geval vertrouwen erin dat het iets aantrekkelijkers voor mij zal zijn. Want ik spreek niet voor een ander, iedereen moet het voor zichzelf bepalen. Maar voor mij in ieder geval een stuk aantrekkelijker dan te worden opgenomen in KPN. Want ik wil niet anti-reclame maken, maar ik was toch zo verschrikkelijk blij op een gegeven moment toen ik mijn vaste telefoonlijn op kon zeggen en de laatste rekening met KPN ervoor kon betalen. Ik dacht van nou, dat nooit meer. Gezien een heel scala, een heel traject aan problemen die er in de loop der jaren geweest is, waarbij ik niet zelden flink werd beledigd. Maar goed, de afdeling van Wokka Wokka klantbelediging, die heeft dat niet van een vreemde. Die hebben dat waarschijnlijk van KPN gekopieerd, denk ik dan. Maar goed, nee, ik ben serieus. Ik ben echt meerdere keren toch echt door medewerkers gewoon voor gek gezet. Het is bij de andere afdeling van het voormalige staatsbedrijf ook meerdere keren gebeurd, kan ik zeggen, bij PostNL. Die hebben het nog bonter gemaakt, maar daar wil ik verder niet over uitweiden. Ook bij het X's Vroom, moet ik eerlijk bekennen, heb ik een tweetal keren een behoorlijke aanvaring gehad. Dus het is niet allemaal. En toen was het bedrijf, dat was nog in de tijd dat het bedrijf nog wel redelijk keurig was. Maar ook dan gaan de dingen mis, hè. Wat ik trouwens wel onredelijk vind, dat zijn programma's als Kassa en Radar. Ik kijk ze de laatste tijd niet zoveel meer, maar in het verleden was het dan vaak zo. Dan werd er een lijstje gepresenteerd van bedrijven waar het meest over geklaagd was. Maar waar er niet rekening mee gehouden werd, dan was er een regionaal opererend bedrijfje wat toch een heel andere schaal omvatte dan een bedrijf als KPN. Maar dan werden de absolute aantallen gebruikt van klagers. En ja, dat vind ik dan ook weer niet terecht. Je kunt er zeker van zijn dat als je een bedrijf hebt, dat er toch een paar procent, misschien als je mazzel hebt, 0,5% aan klachten binnenkomt. Maar ja, als je 1 miljoen klanten hebt, dan is 0,25% of 0,1% zelfs nog een heel groot aantal mensen. Dus ik vond die vergelijkingslijsten niet kloppen, maar dat er veel klachten waren. En dat, gezien mijn eigen ervaring, stemde dat in elk geval niet vrolijk, moet ik zeggen. Maar goed, een hoop bedrijven zijn er die lak aan hun klanten hebben. Dus dit is er gewoon eentje van. En daar laat ik het bij. Ja, speciaal voor Koele Pascal gaan we het nog hebben over Nikki de Jager en haar bekendmaking van een dag. Nee, dat gaan we niet doen, hè, van een dag geleden. Laten we dat maar laten zitten. Ja, was het eerst Frankrijk die de amateurs Spectrum af wilde nemen. Nu is het China. En het lijkt er een beetje op dat die dat unilateraal willen doen, als ik een artikel op Film.nl moet geloven. De Chinese autoriteit, die vergelijkbaar is met de agentschap Telecom, die wil de amateurs de lange golfband 137 kHz afnemen. De 2 meter band, de 23 centimeter band, de 9 centimeter band, de 6 centimeter band en verder ook 10 gigahertz, 76 gigahertz, 122 gigahertz, 136 gigahertz en 241 gigahertz. Dat zijn een fors aantal amateurbanden. En hebben ze op de agenda gezet om in te trekken. En als zo'n groot land dat intrekt, ja, dan heeft dat natuurlijk ook wel consequenties voor andere landen. Niets nieuws onder de zon. De pogingen om landen vrij te, of om banden van de amateurs af te pakken, die zijn niet nieuw, zo schrijft het artikel. En het is ook niet alleen China die dat poogt. Dat is toch wel weer een beetje. China zit volgens mij niet in regio 1 waar wij zitten. Maar ja, als er zo'n groot aantal amateurbanden gewoon ingetrokken wordt, dan wat blijft er dan nog over, zou ik zeggen. Want 70 centimeter is, dat zou dan wel overblijven, maar dat is dan niet een exclusieve band. 2 meter is natuurlijk wel de gevoelige plek van de amateurs. Soms dan denk ik van dus ze moeten daarvan afblijven. Maar aan de andere kant is het goed dat ze ook die band aanpakken. Want dat is wereldwijd een band waar de amateurs eigenlijk zoiets hebben van hier blijf je echt af. Hè? En dat zag je met de poging van Frankrijk ook. Van het bedrijf Thales overigens. Waar verschillende prominente Nederlandse amateurs trouwens ook werken. Maar, of gewerkt hebben. Maar in ieder geval, dat is geen goed nieuws. Ik weet eigenlijk niet wat de bron is voor het verhaal. Ja, dat staat dat erbij. Maar goed, Veerland.nl is een betrouwbare website. Het is wel kwalijk. Het is echt wel verontrustend dat dat zo snel na het toch wel een beetje afstemmen van het Franse plan nu toch ineens weer opduikte. Ja, mensen denken dat SDR iets nieuws is, maar niets is minder waar. In Duitsland is een speciale roepnaam Delta Lima 35 SDR. En dat is een speciale roepnaam ter gelegenheid van 35 jaar SDR. SDR is oorspronkelijk ontwikkeld, tenminste dat heb ik in een artikel wel eens beschreven, omdat
hoe zeg je dat, bij Defensie er een idee was om, ja, zoals, om te voorkomen wat er met de Enigma gebeurde, om geregeld bijvoorbeeld in het, ook in het slagveld encrypties te kunnen uitwisselen en omwisselen. En dat was lastig, want ja, dat moesten dus techneuten doen. Techneuten die zijn, ja, die worden, hoe zeg je het, die zijn lastig op te leiden. En bovendien, niet iedereen doet het. En bovendien, techneuten die zijn vaak niet van het geharnaste type die je een slagveld opstuurt. En tot dan toe was het zo dat die techneuten, die moesten dan als de encryptie werd uitgewisseld tijdens een conflict, moesten die techneuten het slagveld in om printjes te wisselen. Nou, de gedachte was dat het veel beter met software kon. En dan zou via de satelliet zou het encryptie gewisseld kunnen worden. En desnoods ook het modulatietype. En dat is waardoor SDR destijds in gebruik genomen is. Nou, inmiddels bestaat het 35 jaar. Amateurs die hikken nog steeds, tenminste sommige amateurs, over de introductie van SDR vinden dat het eigenlijk niet bij onze hobby hoort. Maar ja, dan ben je wel 35 jaar te laat als je dat standpunt aanhangt, denk ik dan, hè. Nou, wie niet kan wachten op het voorjaar, de inschrijving voor, het radio, voor de Radio Kampweek van 2020 is geopend. Zo meldt VRZA.nl. Dus je kunt je al inschrijven en de handen wrijven tot aan het Pinksterweekend, net daarvoor. Voor de Radio Kampweek, wat vroeger de Jutberg heette, maar wat tegenwoordig op een andere plek is. En nu gewoon Radio Kampweek dus. Agentschap Telecom, ik heb ook maar eens weer op die site gekeken. Die moeten toch wel opschieten, want met hun nieuws. even kijken hoor. Het meest recente nieuwtje op hun site, dat is van 5 februari 2018. Dus ik hoop dat ze voordat het nieuwsbericht, met nadruk nieuwsbericht, ouder is dan 2 jaar, dat er toch een nieuw artikel bij komt. Het betrof het instellen van een speciaal e-mailadres voor repeaterstoringen destijds. Ja, ik bericht er niet zoveel over, maar de LPAM-vergunningen, dat gist nog steeds volop. Vergunningen worden ingeleverd en er weer bij je aangevraagd. En ik zal binnenkort weer eens tellen hoeveel dat er daarvan zijn. Ik had ooit geteld dat er 85 waren. 85 middengolfstations na het opheffen van de meeste gangbare middengolfvergunningen. Dus dat is toch wel heel behoorlijk. Ja, nadat op 6 oktober er groot onderhoud werd aangekondigd op de site hobbyscoop.nl. Volgens mij was dat ook al in gang. Maar in ieder geval is er op 6 december een bericht verschenen dat repeater PI1 AMS, die in Amsterdam weer QFV is. Nou, dat wist ik als Diesta natuurlijk, als Diesta liefhebber natuurlijk al wel. Op 26 december is er een terugblik verschenen op 2019 voor de hobbyscope repeaters. Belangrijkste uit dat jaaroverzicht is eigenlijk dat er gesproken wordt over de problemen met glasvezel voor PI6 ATV. Dat is een ATV repeater met uitgangen op 10 gigahertz. Verschillende uitgangen dacht ik ook en een heel aantal ingangen op allerlei andere frequenties. En een ander stukje dat gaat als volgt, wat ook niet onopgemerkt is gebleven, is de verminderde beschikbaarheid van onze populaire landelijk dekkende co-channeling repeaters PI2 NOS en PI3 UTR. Deze repeaters maken dankbaar gebruik van uitzonderlijke opstelpunten die aan ons beschikbaar zijn gesteld. Veranderende omstandigheden en werkzaamheden zorgden ervoor dat we de belangrijkste opstelpunten lange tijd niet konden gebruiken. En we zijn hard bezig met het vinden van een oplossing voor deze situatie. Inmiddels is de zender voor PI3 UTR en PI2 NOS in Goes weer in werking gesteld. En daarmee zetten we weer een stap in de goede richting. Al dus hobbyscoop.nl. Een tweede artikel is van 4 januari, dus dat is nog veel recenter dan die vorige, die van, ik weet niet of ik dat gezegd had, van 26 december was. Maar dat artikel heet Progressie in IJsselstein en daar wordt gesproken over de heropbouw van de infrastructuur. En wat vooral interessant is, dat zijn de foto's die erbij staan. En dan zie je wat voor verschrikkelijk dikke coaxkabel dat er gebruikt wordt voor de repeaters. Dat is wel leuk om te bekijken ook. En foto's zijn niet te vergroten. Nee, maar ze zijn niet heel groot, maar het is toch interessant genoeg om te zien. Wellicht is dit een goed moment om enige informatie over de beide bovengenoemde repeaters te geven. Het gaat om UTR en NOS. Het goede nieuws is dat we NOS en UTR recent in Goes hebben kunnen heractiveren. Ja, dat hadden we al gemeld. Ook hier geldt dat de signalen van NOS niet zo sterk zijn als eerder door een meer beperkte antenneopstelling. Maar we onderzoeken de mogelijkheden voor een beter opstelpunt. Vooralsnog is het resultaat heel bevredigend. In IJsselstein zijn beide repeaters weliswaar actief. We zijn het met een uiterst minimaal vermogen. UTR kampt op dit moment met een storing door uitval van een van de primaire servers vanmiddag, maar we hopen, tenminste vanmiddag, dat is 4 januari dus, maar we hopen dit spoedig weer te herstellen. De signalen zullen met zekerheid op korte termijn veel beter zijn als voorheen. Met een iets andere opzet kunnen we in de komende periode ook verder onderzoek doen naar voor hobbyscoop haalbare opstelpunten.
Helaas is de donatie 1,5 jaar geleden vrijwel tot stilstand gekomen door aanhoudend wangedrag op sommige systemen, waardoor we met beperktere middelen zullen moeten proberen om toch iets goeds van de grond te krijgen. We kijken hierbij naar Noordwest en Noord-Nederland, maar tot op heden met een duidelijk voorbehoud. Ja, dat is toch ook een beetje triest. Ik wil eigenlijk wel oproepen om, als je die repeaters een goed hart toedraagt, om toch vooral ook niet te vergeten om te sponsoren. Want het zijn repeaters die tienduizenden euro's kosten. Hè. Dat is echt, dat gaat echt om grote bedragen. Dus nou ja, als je wilt dat de repeaters snel terugkomen en als je er weer gebruik van wilt maken. Het zal misschien niet met de oude sterkte zijn, maar vergeet dan niet in ieder geval om die repeaters een steuntje in de rug te geven door een donatie te doen. Ja, er is tenslotte wel meer nieuws, maar ja, het is niet, vind ik, genoeg om dat allemaal te melden. Dat is allemaal niet, hoe zeg ik dat nou? Nou ja, in ieder geval, het is niet zo, punt 1 niet zo geschikt voor deze uitzending en een hoop factoren maken dat het dan toch eigenlijk niet, bovendien is de tijd op, maar goed, los daarvan. Ik ben wel wat kritischer geworden in de loop der jaren als ik amateurnieuws breng, wat ik nou precies breng en wat interessant is. Maar goed, gisteren, en dat is op 14 januari gebracht, dat nieuws op southgateasee.org, en die citeren spaceweather.com, maar ze schrijven dus dat er ontdekt is dat de eerste komeet van deze 10 jaar werd gesignaleerd. En enkele uren later was hij verdwenen. Hij was vernietigd door de zon. Dus de zon die slokte een komeet op. Nou, ik kom lekker uit mijn woorden. Het is inmiddels 6:56. Dus ik hoop echt dat ik deze uitzending nog, of deze podcast, dat ik hem op tijd op dmr.li heb. Maar anders zet ik wel een pauzemuziekje in. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.